Welkom allemaal bij het webinar in het kader van de week van de gezondheidsverschillen. En ons webinar heet Maak het verschil, aandacht voor diversiteit en gezondheidsverschillen in medische opleidingen en in de zorg zelf. Deze film is gemaakt voor studenten, maar is eigenlijk voor iedereen die werkt in de zorg belangrijk. Nederland is heel divers, maar we houden daar eigenlijk in de zorg nog veel te weinig rekening mee. En nou, we hopen dat deze film gaat bijdragen aan het om daar iets aan te gaan doen. We gaan in gesprek in dit webinar over wat inclusieve zorg nou eigenlijk is en wat er voor nodig is om daar te komen. En we gaan vooral kijken naar hoe kan iedereen op zijn eigen plek nou verschil maken. Vragen kunnen jullie stellen in de chat. Onze collega Inge zit hier achter de schermen klaar en die ziet jullie vragen binnenkomen en die zet ze door naar ons hier aan tafel. En nadat we een fragment van de film hebben bekeken, zullen we die met de gasten hier aan tafel bespreken. En daarna bespreken we ook een aantal van die vragen die jullie in de chat gesteld hebben. In beeld zien jullie op dit moment het programma. We zijn nu bezig met de welkom en de introductie. En we hebben de film opgeknipt in 3 stukjes. En iedere keer gaan we over de thema's in die film met elkaar in gesprek. En wie zijn dan die mensen met wie we in gesprek gaan? Die zitten hier met z'n drieën aan tafel. Welkom Jorien van Treek, mijn collega. Eloise Tahapari, hier in de gele blouse. Santusha Rangai. En ik ga ze nu alle drie vragen om zich even aan jullie voor te stellen. Santusha, wil jij beginnen? Ja. Nou, ik ben Santusha Rangai, ik ben 36 en op mijn 26e kreeg ik de diagnose borstkanker. En dat betekent dus dat ik nu al 10 jaar toch wel regelmatig gebruik maak van de Nederlandse zorg. En ik zit sinds juni ook in het panel van het VWS. Dat is dan eigenlijk een panel waarbij eigenlijk ervaringsdeskundigen van mensen die in de zorg zitten, maar ook in de zorg werken, bij elkaar komen om ervaringen uit te wisselen om de zorg te verbeteren in Nederland. Mm-hmm. En wat doe je in het dagelijks leven? Oh, ja. Ik werk als coördinator voor vrijwilligers, waarbij ik dus eigenlijk eenzame mensen, of ja, voornamelijk eenzame ouderen ook, koppel aan een vrijwilliger die ze dan eigenlijk meeneemt, boodschappen halen, zodat ze minder eenzaam zijn. Mm-hmm. En ik heb ook nog 100 jaar geleden journalistiek gestudeerd, dus ik heb ook nog mijn journalistieke taken. Oké, dankjewel. Eloise. Ja, ik ben Eloise Tahapari, ik ben 42 jaar en ik werk bij de GGD Rotterdam-Rijnmond. En nog 1 dag in de week als kwaliteitsverpleegkundige bij Laurens, een grote zorgorganisatie. En eigenlijk altijd in de wijk gewerkt en daardoor ook heel erg in, zet ik me heel erg in tegen discriminatie en diversiteit en inclusie maak ik me gewoon heel erg hard voor. Net als Santusha zit ik ook in het panel voor discriminatie bij VWS. En ik merkte gewoon in de opleiding en ook bij de wijk en bij de patiënten dat je gewoon in een groter geheel moet kijken naar de patiënt dan alleen het doelgerichte. Dus daar ben ik me heel erg voor aan het hard maken in de zorg. Mm-hmm. Dankjewel dat je vandaag aansluit. Ik hoop dat het een panel is tegen discriminatie en niet voor discriminatie. Goed. Jorien? Ja, ik ben Jorien van Treek, een collega van Gedule. Ik werk bij VAROS als projectleider en adviseur. En ik heb een achtergrond als verpleegkundige en socioloog. En bij VAROS ben ik projectleider diversiteitssensitief werken. En ik doe veel op het gebied van mentale gezondheid. En samen met andere mensen en collega's heb ik deze film en werkvormen gemaakt. Mm-hmm. Dankjewel. Ik vergeet mezelf voor te stellen. Ik ben Gudule Boland. Ik werk ook als projectleider bij VAROS in het programma Persoonsgerichte Zorg en Ondersteuning. Goed, dat had ik iets eerder moeten doen. We gaan even via Slido kijken wie er zijn aangesloten in dit webinar. Dus jullie krijgen dadelijk een vraag in beeld. En die gaat over jullie zelf, over jullie beroep of over jullie studie. En de vraag is of jullie die willen invullen. En dan kunnen wij eens even kijken wie er achter de schermen thuis aan het meekijken zijn met dit webinar. En wij zien ondertussen op het scherm langzaam jullie antwoorden dan binnenkomen. Dus we gaan eens even kijken wat we daar dadelijk gaan zien. Werk of studie. En er is ook een optie anders. Die kun je ook nog delen in de chat. Op een gegeven moment was het aantal
mogelijkheden natuurlijk moesten we een beetje beperken. We gaan eens even kijken wat hier aan antwoorden binnen gaat komen. En we zijn eigenlijk ook heel benieuwd hoeveel mensen uiteindelijk aangesloten zijn op dit webinar. En wij zien nu langzaam wat antwoorden binnenkomen. Mensen zijn waarschijnlijk nog aan het zoeken naar de juiste knoppen. Mm-hmm. Wat voor werk of studie doe je? Ja, het begint langzaam aan te groeien, het aantal. We zien bijvoorbeeld een aantal docenten van paramedische opleidingen. Dat is natuurlijk erg leuk, omdat deze film speciaal voor deze groep gemaakt is. We zien een aantal zorgverleners en studenten. Ook heel fijn. Mensen die werken in welzijn. Maar de groep anders groeit ook hard. Ja. Nou, we kijken nog heel even of er nog iets verandert. Maar we hebben een mooie, diverse, als we dat zo mogen zeggen, groep luisteraars. Ik geef jullie nog heel even voor de laatste antwoorden. En dan gaan we door naar de tweede vraag. En die gaan we nu starten. En dat is de vraag. Oh kijk, we krijgen nu hier even in beeld welke andere beroepen mensen hebben. Een aantal onderzoekers, communicatieadviseurs. Ik zie veel onderzoekers. Die categorie hadden we eigenlijk even op moeten nemen in onze meerkeuze opties. Mooi om te zien. Adviseur. Ja, adviseurs in het sociaal domein. Iemand die lid is van een politieke partij. Oké, interessant. Dank jullie wel voor deze aanvullende antwoorden. Dan gaan we nu naar de volgende vraag. En dat is, waarom ben je hier vandaag? Wat hoop je hier vandaag te halen? En we willen jullie vragen om dat in één woord te zeggen. En dan krijgen wij hier dadelijk in beeld een woordwolk. En als je zegt, ik wil 2 of 3 woorden gebruiken, dat mag. Maar dan elk als apart antwoord graag. Dus eens even kijken of we dit gaan zien. In de woordwolk, waarom mensen hier vandaag zijn gekomen. En wij zien hier in beeld inmiddels de eerste antwoorden verschijnen. Dat is leuk. En we voorspelden al dat inspiratie een groot woord zou zijn. En dat zien we inderdaad nu ook in beeld. En ik hoop ook. Kennis ook zie ik. Kennis is ook een groot woord, inderdaad. Ja. Maar mooi dat dat woord inspiratie zo groot wordt. En laten we proberen om hier een inspirerende bijeenkomst van te gaan maken met z'n allen. Ja. Ik zie nu ook verdieping komen als woord. Maar ik zie bijvoorbeeld ook basiskennis. Dus dat is ook, ja, zeker, wellicht is dat een student die dat zegt. Of misschien een zorgverlener, dat weten we niet. Verdieping, kennis. Iemand is nieuwsgierig. Aantal mensen zijn nieuwsgierig. Dat is ook leuk om te zien. Wij zien hier in beeld dat nog een aantal mensen aan het typen zijn. Dus daar wachten we nog heel even op. Verbinding vind ik ook wel een mooie. Ja, verbinding is zeker ook mooi. Ik denk dat het goed is om je te realiseren dat er heel veel mensen bezig zijn met diversiteit en inclusie. En dat het goed is om elkaar af en toe op te zoeken en ervaringen uit te wisselen. En hopelijk dat ook dit webinar bijdraagt aan die verbinding tussen al die mensen die dit een belangrijk thema vinden. Ja, goede voorbeelden zie ik nu naar boven komen. Dat is natuurlijk ook fijn om te horen. Goed, nou jongens, dit is een mooie woordwolk. Jorien, even over de film die we dadelijk gaan bekijken. Want deze film is door jou en door 2 andere collega's gemaakt in opdracht van Kenniscentrum Global Health. Dankjewel.
Wil je iets meer vertellen over hoe deze film is gemaakt en het waarom? Ja, nou, we hebben de film gemaakt omdat er weinig structurele aandacht is voor gezondheidsverschillen en diversiteit. Dus er is soms wel aandacht, maar dan is het facultatief of het hangt heel erg af van of een docent het een belangrijk onderwerp vindt. Dus de insteek van deze film is dat die laagdrempelig ingezet kan worden op verschillende momenten in de bachelor geneeskunde. Nou, jij zei net al, hè, we hebben hem ontwikkeld voor geneeskundestudenten, maar hij is breder te gebruiken, ook in andere zorgopleidingen. Aan de voorkant hebben eerst studenten van het Erasmus MC, die hebben voor ons onderzoek gedaan in welke mate er nou aandacht is voor die onderwerpen en hoe het nou goed een plek zou kunnen krijgen in het curriculum. En we hebben gesprek gehad met de NVMO, dat is de Nederlandse Vereniging voor Medisch Onderwijs, met de werkgroep Diversiteit, van hoe moet dat er nou uitzien. Dus hen hebben we ook de film voorgelegd en de werkvormen, daar zou ik straks aan het eind wat meer over vertellen. En met Coding hebben we ook nog gesproken, van dat is een initiatief wat zich bezighoudt om ook meer diversiteit in de zorg te krijgen. En uiteindelijk heeft Stolen Goods de film gemaakt. Oké, jij noemde net even Coding. Ja. Kun je even heel kort iets vertellen wat Coding doet? Ja, Coding is een initiatief dat zich inzet om meer diversiteit in de zorg te krijgen. Dus doen verschillende dingen via opleidingen, meer aandacht voor diversiteit. En mensen kunnen zich daar ook bij aansluiten, hè? En bijvoorbeeld op LinkedIn Coding gaan volgen, ja, voor informatie en bijeenkomsten. Ja. Ja, dankjewel. Santusha, waarom is diversiteit zo'n belangrijk onderwerp? Voor mij is het belangrijk omdat niet iedere patiënt in Nederland voldoet aan het stereotype witte man van middelbare leeftijd. Je krijgt ook patiënten zoals mij voor je. En het kan soms zo zijn dat je zorg dan daar niet op is aangepast. Want kan ik met een voorbeeld komen? Zeker. Ik op mijn 26e bleek ik dus echt heel erg ziek te zijn. Dus ik heb echt alles gekregen. Naast chemokuren heb ik een borstamputatie gekregen en daarna kreeg ik 28 bestralingen, waarvan de laatste 5 een booster waren, dus die waren extra sterk. En halverwege mijn bestralingen zag mijn huid er niet echt al te best goed uit. En het ziekenhuispersoneel van de radiologieafdeling, die had waarschijnlijk niet heel veel kennis van een verbrande donkere huid. En die zei ook van tegen mij, nou, je huid ziet er zo slecht uit. Het kan zijn dat wij jouw bestralingen daardoor vroegtijdig gaan stoppen. Mm-hmm. En ja, dat maakte mij ook een beetje angstig. Want na de chemokuren bleek nog dat ik 3 centimeter aan levende tumor had. Dus ik had die bestralingen ook echt nodig. Mm-hmm. En gelukkig kreeg ik ongeveer in mijn 3e week van mijn bestralingen kreeg ik een Indonesische arts, bij wie ik me wel echt veilig voelde. Mm-hmm. Dus ik stelde hem ook de vraag van, is eigenlijk alles wel oké met mij? Want ja, ik krijg van anderen te horen dat het er een beetje eng uitziet en dat ze daardoor misschien ook wel mijn bestralingen willen stoppen. En die bekeek mijn huid en die zei, nou, er is helemaal niks mis met jou, want dit is gewoon hoe een donkere huid hoort te verbranden. En het gaf mij ook wel een beetje het gevoel van, ik weet niet of ik dan eigenlijk nog het zorgpersoneel op hun woord kan geloven. Want blijkbaar missen ze de kennis over hoe een donkere huid eruit hoort te zien. Mm-hmm. Ja. En daarom dus voor de gezondheid van mensen, ja, is zeker kennis over diversiteit belangrijk. Zeker, want niet ieder lijf is hetzelfde. Ja, dankjewel. Eloïse, jij bent ook met het onderwerp diversiteit bezig in jouw werk. Ja. Klopt. En waarom is dat voor jou zo'n belangrijk onderwerp? Nou, voor mij heb ik net als Santusha ook ervaren dat toen ik als wijkverpleegkundige werkte, is het heel erg gericht op doelgerichte zorg. Dus iemand moet gewassen worden, iemand moet steunkous aangetrokken worden. Maar vaak als je bij iemand thuis komt, echt achter de voordeur, zie je veel meer dan alleen een steunkous aantrekken. En voor mij heb ik gewoon gezien dat je echt de vraag achter de vraag moet zien te achterhalen. Om uiteindelijk op lange termijn gezondheidswinst te kunnen behalen bij iemand. En dat zit hem vaak niet in alleen de steunkous aantrekken. Dus bij mij is het altijd van, het gaat om het vertrouwen. En zie niet elke patiënt als dezelfde. Dus niet van, ik ga 10 steunkousen aantrekken. Nee, ieder is echt een individu. Mm-hmm. En ik merk gewoon dat daar gewoon nog te weinig aandacht voor is. Omdat we nog heel erg met minuten werken. Die gewoon vaststaan.
En daardoor is bijna een beetje het afwerken van het lijstje. En dan mis je gewoon het stukje vertrouwen, waardoor uiteindelijk een patiënt zich kan openstellen naar jou van, joh, ik heb eigenlijk een hele andere hulpvraag dan deze steunkousen. Ja, ja. Dus je kunt eigenlijk te weinig differentiëren in de zorg die jij verleent aan patiënten. Ja, en daar moet je echt zelf de tijd voor nemen. Maar dat moet je ook eigenlijk wel met je werkgever gaan onderhandelen. Dat je dat ook wel gewoon, dat je dat wilt, want het is je vak. Mm-hmm. En daar sta je voor. Dus ik ben heel erg van de preventie. En ik denk, als je dat combineert met de diversiteit, dat je gewoon veel meer gezondheidswinst kan opleveren. Ja, dankjewel. We gaan kijken naar het eerste deel van de film. En daarna gaan wij verder met elkaar in gesprek. Dat eerste deel gaat over het verlies aan diversiteit in opleidingen, gaat over sociale determinanten en gaat over institutioneel racisme. Als je een feest mag organiseren voor heel Nederland, maar als op de gastenlijst alleen mensen staan die aan de dominante norm voldoen, bijvoorbeeld omdat ze op jou lijken, dan wordt het niet zo'n geslaagd feest. En als je dan ook alleen de mening van de tevreden feestganger zou vragen, is een volgend feest ook geen succes. Eigenlijk is het op dit moment in de Nederlandse gezondheidszorg net zo. De Nederlandse gezondheidszorg en de medische opleidingen zijn geen goede weerspiegeling van de maatschappij. Er is in de Nederlandse gezondheidszorg te weinig aandacht voor diversiteit en inclusie. Op de meeste plekken gaat het zelfs een stapje verder. Daar dragen beleid, geschreven en ongeschreven regels van instituten en instanties bij aan ongelijke behandeling op basis van afkomst, etniciteit of religie. Dat wordt ook wel institutioneel racisme genoemd. Te weinig aandacht voor diversiteit, inclusie of institutioneel racisme is natuurlijk vanuit solidariteit en rechtvaardigheidsperspectief niet oké. Maar dat staat ook haaks op een samenleving die steeds diverser wordt. Volgens het Centraal Bureau van de Statistiek zal 30-40% van de inwoners van Nederland in 2050 een migratieachtergrond hebben. Als je hier niet bewust van bent en als de medische opleidingen hier onvoldoende aandacht voor hebben, dan ben je straks als arts niet goed voorbereid op de verscheidenheid aan patiënten die je gaat zien in je spreekkamer. Wat is de rol van cultuur? Hoe ga ik om met een taalbarrière? Welke pronouns gebruik ik allemaal? Allemaal vragen die straks in het contact met je patiënt van belang kunnen zijn. In deze video leer je meer over diversiteit en inclusie en relatie met gezondheidsverschillen. De eerste stap zou eigenlijk een diverse groep van zorgverleners moeten zijn. Maar daarin zijn we echt nog niet op de goede weg. Met CBS Microdata heb ik in kaart gebracht op welke momenten in de route van kind tot medisch specialist diversiteit verloren gaat. In de stap naar het VWO gaat de meeste diversiteit verloren. VWO'ers bestaan daardoor disproportioneel uit kinderen van ouders wiens inkomen behoort tot de hoogste 20% van Nederland en uit kinderen zonder een Turkse, Marokkaanse, Surinaamse, Caribisch-Nederlandse of Indonesische migratieachtergrond. Mannelijke VWO'ers zonder migratieachtergrond melden zich in verhouding tot de VWO-populatie het minste aan voor de studie geneeskunde. Vrouwelijke VWO'ers met een Turkse of Marokkaanse achtergrond melden zich juist het meeste aan in verhouding. In de selectie hebben echter kandidaten met een migratieachtergrond van buiten Europa minder kansen om toegelaten te worden. Ook kandidaten met een lagere of gemiddelde sociaal-economische status komen minder vaak door de selectie heen. Mannelijke geneeskundestudenten worden minder vaak arts en artsen met een migratieachtergrond worden minder vaak specialist. Als je alle artsen en specialisten in het BIG-register samenneemt, dan zie je dat elke groep artsen lagere kansen heeft om momenteel specialist te zijn in vergelijking met mannen zonder migratieachtergrond en mannen met een Europese migratieachtergrond. Als je Europees ziet als wit en niet-Europees als van kleur, dan is de conclusie dus dat witte mannelijke artsen de grootste kans hebben om specialist te zijn en vrouwen van kleur de kleinste kans. We denken vaak dat de gezondheid van mensen grotendeels bepaald wordt door individuele leefstijlfactoren, zoals roken, lichaamsbeweging en een voedingspatroon. En de gezondheidszorg die mensen krijgen als er klachten zijn. In de praktijk blijkt dat een te beperkte weergave van de werkelijkheid. Deze figuur laat heel mooi zien dat maar 10% van de ervaren gezondheid toegeschreven kan worden aan de daadwerkelijke gezondheidszorg.
Dat betekent dus ook dat 90% van de ervaren gezondheid door andere determinanten wordt verklaard. Deze sociale determinanten zijn de omstandigheden waarin mensen geboren worden, leven, werken en ouder worden. En de systemen die bestaan om te gaan met preventie en ziekte. Zij bepalen een veel groter deel van de gezondheid van de patiënt die je voor je ziet. Een voorbeeld. Sommige mensen stellen een doktersbezoek lang uit. Dat is niet omdat ze geen klachten hebben, maar omdat ze van een uitkering rond moeten komen en zich zorgen maken over eventuele zorgkosten. Een model dat uitlegt op welke niveaus sociale determinanten een rol spelen in de hulpvraag en de context van de patiënt die tegenover je zit, is het Dahlgren en Whitehead model. Het model laat ook zien hoe dit samenhangt met gezondheid, toegang tot zorg, gezondheidszoekend gedrag en gezondheidsuitkomsten. In het centrum van de figuur staat individuele kenmerken die gegeven zijn en die niet te veranderen zijn, maar wel samenhangen met ziekte en gezondheid, zoals leeftijd en genetica. Individuele leefstijlfactoren gaan over het gedrag van een individu. Een voorbeeld is bijvoorbeeld het toenemend gebruik van harddrugs onder studenten. Bij sociale en community factoren gaat het om factoren in onze omgeving. Denk bijvoorbeeld aan hoe stigma rond seksuele oriëntatie en genderidentiteit het zoeken van hulp door LHBTIQ+ personen kan beïnvloeden. Living and working conditions hebben te maken met de wereld om ons heen. Wonen naast de snelweg of een vervuilende fabriek betekent blootstelling aan fijnstof, chemische stoffen of uitlaatgassen, wat kan leiden tot longziekte en kanker. Op het laatste niveau vinden we de grote processen in de wereld om ons heen. Denk bijvoorbeeld aan hoe klimaatverandering mensen die in minder goede sociale en economische situaties leven harder treft. Hoe de wetenschap waar de gezondheidszorg op gebouwd is, tot stand gekomen vanuit een wit en Europees perspectief. En hoe institutioneel racisme een rol speelt in de gezondheidszorg. Als we ons alleen blijven richten op goede gezondheidszorg, verbeter je maar 10% van de ervaren gezondheid. Daarom is aandacht voor sociale determinanten in de context van de patiënt zo ontzettend belangrijk. Juist ook als je in het ziekenhuis werkt. Bedenk bij iedere patiënt die je ziet welke factoren hebben bijgedragen aan die ziekte. Stel naast de anamnese bijvoorbeeld ook vragen over het werk dat iemand doet en hoe iemand woont. Mensen worden vaak aangesproken op hun leefstijl, terwijl iemands leefomgeving net zo belangrijk is in het ontstaan van ziekte. Dat was deel 1 van de film. Eloïse, deze film ging onder andere over het verlies aan diversiteit in de opleiding, hè, de leaky pipeline. Is dat iets wat jij als zorgprofessional herkent? Ja, absoluut. Ik heb dat zelf ook meegemaakt helaas. Want na mijn HBOV heb ik gesolliciteerd op een plek voor verpleegkundig specialist. En in principe was dat een goed gesprek, dacht ik. En toen kreeg ik te horen dat ik het niet was geworden, omdat ik een alleenstaande moeder was met 4 kinderen en de opleiding te zwaar zou zijn. Men vond dat voor jou? Ja, men vond dat voor mij. Heeft nooit aan mij gevraagd van, goh, hoe heb je het geregeld? Heb je een achterban? En als je eigenlijk kijkt naar heel mijn carrière, heb ik al mijn studies gedaan met mijn kinderen. Mm-hmm. Dus ik was ontzettend boos, gefrustreerd die dag. En toen hoorde ik later van mijn vriendin dat degene die ze wel hadden gekozen was een blanke vrouw, een witte vrouw met een baby. En toen dacht ik van, nou ja, oké. Okay. En toen hoorde ik later ook nog eens een keer dat zij na 3 maanden was gestopt, omdat het niet te combineren was. En ja, dan ergens denk je wel van, ja, zie je, ik wist het wel. Maar het deed mij als individu heel veel pijn van, goh, is het nu omdat ik en donker ben en alleenstaande moeder, dat ik al het stigma heb van, oh, die kan niet studeren. Terwijl ik denk, als je me die vraag had gesteld, had ik gewoon kunnen vertellen dat ik gewoon hele goede achterban heb. Gewoon broers en mijn familie en mijn moeder, mijn stiefvader, die me al die jaren altijd doorheen hebben gehaald. Dus dat, ja, dat leert je dus ook wel om gewoon meer te vragen eigenlijk aan degene die je voor je hebt. Van, goh, mm-hmm. Ik zie dat je kinderen hebt. Goh, hoe heb je dat geregeld voor de toekomst? Wat als je kind ziek wordt? Hoe ga je dan naar school? Die vraag heb ik nooit gehad. Het was gewoon een conclusie. Ja.
tegelijkertijd, als ik dit hoor, hè, dan denk ik opeens ook van, dan wil ik wel dat ze die vraag ook aan een man gaan stellen met 4 kinderen. Ja. En niet alleen maar aan, aan jou als vrouw. Ja. Want ook dat lijkt me een aspect van diversiteit waar je, dat je dit, goed. Ja. Diversiteit in jouw team, hè? Want jij werkte in een team bij de GGD en bij Laurens. Ja. Hoe is diversiteit daar belangrijk? Ja, bij de GGD werk ik nu sinds 1 januari. Dus dat is voor mij nog echt wel een beetje zoeken. Maar als ik bijvoorbeeld echt kijk naar Laurens, waar ik heb gewerkt, daar is de diversiteit gewoon echt enorm. En dat maakt het ook wel ontzettend leuk. Mm-hmm. Maar ook daar zie je wel eens de struggelingen van cultuur wat een rol speelt, religie. En dat mensen elkaar toch niet durven aan te spreken, vaak op hun gedrag. Want dan zien ze heel vaak dat ik spreek iemand aan op het gedrag, professioneel gedrag. Mm-hmm. En dan hoor je toch vaak in de van, ja, dat is zeker omdat ik islamitisch ben. Of ja, dat is zeker omdat ik wit ben. Nee, we praten hier ook nog over professioneel gedrag, wat je gewoon moet vertonen als verzorgende IG, helpende of verpleegkundige. En daar moet je dus echt als teamleider of als leidinggevende enorm in gaan investeren. Van joh, hoe zorgen we er nou dat ze elkaar gaan vinden op die werkvloer? En vooral, wat is het belang van de patiënt? Mm-hmm. En als ik dan die vervolgvraag mag stellen, wat is het belang voor die patiënt dat het een divers team is? Het belang voor de patiënt is dat je de patiënt dus echt ziet als een individu. En misschien zie ik dat soms niet, want dat kan. Ik heb ook mijn gebreken. Ik bedoel, ik ben niet perfect. Maar misschien ziet Santusha dat weer wel. En zo komen wij samen, doordat we het gesprek hebben, uiteindelijk dat de patiënt de beste zorg krijgt die hij of zij verdient. Die kwaliteit van zorg, waarvan ik denk dat op lange termijn uiteindelijk iemand gewoon die kwaliteit van zorg verdient. Mm-hmm. Ja. Jorien, deze film richt zich heel erg op de zorg. Mm-hmm. En ook Faros doet dat. Hè? Mm-hmm. Maar we horen in deze film dat zo'n 90% van de gezondheidsverschillen veroorzaakt wordt buiten de zorg. Mm-hmm. Waarom dan toch deze aandacht voor de zorg? En waarom deze film? Mm-hmm. Ja, het is goed om je bewust te zijn dat als je echt puur alleen maar op de zorg focust, dat je inderdaad maar die 10% van die ervaren gezondheid beïnvloedt. Maar dat betekent natuurlijk niet dat je dan in de zorg niet aandacht moet hebben voor sociale determinanten. Dus hè, wat jij net ook al zei, dat je dat verhaal of de vraag achter de vraag, je moet met mensen in gesprek gaan. Van hè, wat is er nou aan de hand? Bijvoorbeeld iemand die bij een zorgverlener komt met hoofdpijn. Ja, heeft iemand hoofdpijn door een medische oorzaak? Of komt het misschien dat hè, iemand in armoede leeft en dat iemand daardoor heel veel stress heeft en daardoor hoofdpijn krijgt? Dus dat je He, dus in die spreekkamer, als daar goed aandacht is voor die sociale determinanten en achterliggende factoren, dan is dat natuurlijk echt heel waardevol. Ja. Ja. Kun jij iets, jij noemde net al even hoofdpijn als gevolg van schuldenproblematiek. Mm-hmm. Faros heeft een publicatie gemaakt over leven met ongezonde stress, dus mm-hmm. met chronische stress. Ja. Kan je daar even iets over toelichten, wat de rol daarvan is? Nou ja, we zien gewoon dat chronische stress op heel veel manieren invloed heeft op de gezondheid van mensen. Dus we zien dat mensen bijvoorbeeld verhoogde bloedsuiker krijgen. En als dat bijvoorbeeld lang door blijft gaan, die chronische stress. Dus je blijft maar geldzorgen hebben en je hebt bijvoorbeeld thuis ook nog een echtscheiding. Dat mensen dan diabetes kunnen ontwikkelen. Maar zien we ook dat mensen vaak somber kunnen raken als ze chronische stress hebben. Uiteindelijk hartstikke depressief kunnen zijn. Dus daaruit, in die publicatie lichten we eigenlijk heel veel voorbeelden uit hoe het van invloed is en dat dat dus heel breed is. Mm-hmm. Dus zowel psychisch als fysiek heeft chronische stress gewoon heel veel invloed. Ja. Een van de factoren in het boekje Ongezonde Stress is mm-hmm. ook discriminatie en racisme in de zorg. Ja. Ook dat is ongezond. Santusha, kun jij... jij hebt zelf een tijd lang zorg gehad. Ja. Jij hebt ook wat ervaringen opgedaan in de zorg die wat minder plezierig waren, om het even heel eufemistisch heel te zeggen. Te houden. Ja, heel neutraal. Kun jij ons wat voorbeelden geven van de manier waarop jij bejegend bent in de zorg? Ik kom dan ook gelijk met mijn chockerende voorbeeld. Ik heb een aantal operaties achter de rug. En bij de laatste
Ja, bij een operatie is het meestal, nou, je wordt onder narcose gebracht en je krijgt verdoving. En ook als je uit je, vlak voordat je eigenlijk weer wakker wordt, krijg je ook vaak verdoving toegediend, zodat je niet wakker wordt in pijn. En nou, dat is bij mij niet helemaal goed gegaan. Want op het moment dat ik wakker werd uit mijn operatie, merkte ik al dat ik echt ongelooflijk veel pijn had. En ik was daarvoor al een aantal keer geopereerd. En daarvan herkende ik het niet. En het was ook bij mij dat ik echt de gaatjes voelde van mijn hechtingen, waar de naald door mijn huid heen was geprikt. En dat had ik voorheen niet gehad. Mm-hmm. Dus ik wist dat er echt wat mis was. Dus ik gaf dat ook aan bij het ziekenhuispersoneel. En ik kreeg toen te horen, nou, als je over een half uurtje nog steeds huilt, dan krijg je een paracetamolletje. Nou, je kan het al raden. Ik bleef doorhuilen. Ik kreeg een paracetamolletje. Maar na het paracetamolletje bleef ik nog doorhuilen. Dus de medicatie werd eigenlijk gewoon opgeschroefd. En ik stopte pas met huilen toen ik morfine kreeg. En het is eigenlijk 3 dagen lang zo doorgebleven. En op de afdeling werd ik ook een beetje gezien van, nou, als het meisje dat zich heel erg aanstelt. En terwijl ik toch iets had van, nou, hier klopt iets niet. Want ik ben vaker geopereerd en het is gewoon zo anders. Want ik moest ook bijvoorbeeld van de pijn braken. En dat heb ik ook nooit eerder gehad. En toen ik ontslagen werd uit het ziekenhuis, dacht ik, nou, ik maak nog even netjes mijn bed op. Want ik ben wel een net meisje. En op het moment dat ik dus mijn deken uitsloeg en mijn kussen eigenlijk ook gaan rechtzetten, viel de verdovingsspuit die ik had moeten krijgen, viel uit bed. En toen wist ik van, hey, nou, ik ben toen ook naar het personeel gegaan met de spuit in mijn hand van, ik denk dat jullie iets vergeten zijn. Hmm. En dat ze toen pas eigenlijk door hadden van, hey, het lag niet al die tijd aan haar. Wij hebben toch een fout gemaakt. En voor mij gaf het ook wel een beetje het gevoel van, ja, je kan het natuurlijk ook nooit aantonen, maar ik heb toch echt het gevoel gehad van, weet je, ze hebben mij als vrouw van kleur gezien en waarschijnlijk ook gedacht, onbewust, nou, die zijn gewoon wat theatraler, die gaat heel anders om met pijn. Of juist dat ik juist minder pijnbestrijding nodig heb, omdat ik een vrouw van kleur heb. Omdat er ooit is besloten dat mensen van kleur pijn heel anders beleven of juist niet. En dat ik daardoor ook gewoon anders ben behandeld. En dat ze ook eigenlijk ook niet bij zichzelf zijn gaan kijken van, doen wij misschien iets verkeerd? Maar mm-hmm. dat er gelijk al vanuit ging dat het aan mij lag. Ja. Die aannames, ja. Hè? Want dit zijn eigenlijk aannames van het zorgpersoneel. Ja. Is dat iets wat jullie herkennen, Eloïse en Jorien? Ja, ik herken het wel. Want ja, ook dan heb ik weer helaas ook een heel vervelend voorbeeld. Want jij hebt het heel erg gezien als patiënt. Ik heb ooit een keer meegemaakt als verpleegkundige dat ik dienst had. En dat de Marokkaanse jongen, die was geopereerd, had een stoma gekregen. En die jongen schreeuwde het echt uit van de pijn. En die had een epiduraal. Dus toen had ik gebeld naar de dienst, toen de chirurg. Van, goh, hij heeft heel erg veel pijn. En toen kreeg ik gelijk te horen, ja, het is een Marokkaan. Die hebben altijd een lage pijngrens. Gooi die epi maar omhoog. Nou, ik had die epi omhoog gedaan. Maar die jongen bleef maar gillen. En er kwam ook geen ontlasting in het zakje. Dus uiteindelijk heb ik weer de chirurg opgebeld. En ik heb gezegd, joh, ik vertrouw het niet. Dus gewoon mijn verpleegkundig gevoel. Ik wil gewoon echt dat je naar huis komt. Ja, dan krijg je dus al de discussie. Wie denk jij wel niet dat je bent? En ik ben thuis. Ja, dat is leuk. Maar ik ben nog steeds verantwoordelijk voor mijn patiënt. Dus ik wil nu gewoon dat je komt. Nou, uiteindelijk is hij gekomen. Echt met zo'n gezicht. Dat ik echt dacht van, ja, we kunnen deze discussie wel voeren. Maar je moet gewoon echt kijken naar hem. En toen heeft hij hem helemaal gecontroleerd. En toen zei hij, ja, we gaan de anesthesist bellen. Want hij gaat direct voor OK. Dus toen zei ik, hoezo? Maar de chirurg had dus de aanvoer en de afvoer omgedraaid. Wat dus inhoudt dat alle ontlasting in die buik liep. Oh. Dus die jongen die had gewoon zoveel pijn. En ik was toen nog derdejaars verpleegkundige. Dus ik zat nog in mijn, zeg maar, in het, ik was nog niet eens afgestudeerd. En dat was eigenlijk al heel jong dat ik dacht van, weet je, deze mensen zijn afhankelijk van mij. Voor mijn expertise. Dus je moet opkomen voor hun die afhankelijk zijn. Dat heb ik eigenlijk altijd bij me meegenomen in heel mijn carrière. Dus daarom doet het mij ook heel veel zeer als ik dat dan hoor van haar. Dat er dan gelijk aangenomen wordt, joh, het ligt aan de patiënt. Het ligt aan het feit dat zij vrouw is. Of het ligt aan het feit dat een Marokkaanse jongen is. Nee, laten we gewoon eens gaan kijken naar onszelf. Van, goh, hebben we inderdaad iets over het hoofd gezien? Ja. Ja.
Nou, en ik denk ook dat het goed is om te benoemen dat ieder mens heeft wel aannames natuurlijk. Hè? Ja. Dus dat hebben we. We hebben ook aannames om een soort van orde te scheppen in de chaos, in de samenleving. Maar dat je bewust bent van, hey, wat voor aanname heb ik nu? En dat ik dat check. Dus dat ik dat gesprek aanga van, hoe is dat voor jou? Of wat heb je nu nodig? Dat is iets wat ik zelf ook in de zorg merkte. Ik heb een tijd als verpleegkundige gewerkt op een AZC. Ja. En daar zat bijvoorbeeld elke keer in de ochtend zat daar een vrouw al, als ze in de middag een afspraak had. En nou, dat ik dacht van, waarom zit ze er nou? En ik kon daar allemaal ideeën bij hebben waarom ze er zat. En uiteindelijk dat gesprek met haar aangegaan. En toen kwam ik erachter dat zij digitale tijden niet kon lezen. Dus toen uiteindelijk hebben we altijd een klokje voor haar getekend. En toen kwam ze op het juiste moment op een afspraak. Maar als je dat dan niet checkt, dan kan je hele eigen ideeën erbij hebben waarom iemand daar zit. Ja. Ik zie op het scherm geen vraag uit de chat. Dus dat betekent dat we doorgaan naar het tweede deel van onze film. En die gaat over het niet begrijpen van de boodschap. Dus dat sluit wel een beetje aan bij het verhaal dat jij vertelde. Dat gelijkheid en ongelijke gezondheid. En dit deel van de film gaat over discriminatie. Dus we gaan kijken naar deel 2. Dat ik naast een arts stond in het gesprek met een patiënt. En dat ik merkte dat de boodschap helemaal niet overkwam. Tijdens deze gesprekken werd in korte tijd de diagnose en de behandeling verteld met veel jargon. Aan de lichaamstaal van de patiënt werd me dan ook duidelijk dat de boodschap eigenlijk helemaal niet overkwam. Maar wanneer de arts dan aan de patiënt vroeg of ze het wel begrepen hadden, kwam dat antwoord ja, dokter. De arts knikte dan tevreden en liep dan de kamer uit. Als de arts weg was, dan vroeg ik wel eens, even eerlijk, heeft u het echt begrepen? Want ik had er zelf ook best wel moeite mee. Dan bleek dat iemand eigenlijk maar een fractie van de informatie begrepen had, maar dat iemand de tijd van de dokter niet wilde verspillen. Gelukkig was mijn tijd iets minder kostbaar en had ik de ruimte om de patiënt het opnieuw en wat simpeler uit te leggen in gewone taal. Daar kreeg ik dan dankbaarheid en vertrouwen voor terug. Ook nu ik arts ben, probeer ik eerst een beetje een indruk te krijgen van de persoon die ik tegenover me heb. Het helpt bijvoorbeeld om eerst te vragen wat diegene zelf al van het onderwerp begrepen heeft. Dat geeft veel informatie over iemands taal en gezondheidsvaardigheden. Want 25% van de Nederlanders begrijpt eigenlijk helemaal niet waar wij het over hebben in de spreekkamer. Dat kunnen dus ook gewoon hoger opgeleide mensen zijn. Dus ik pas mijn woordkeuze aan, ik herhaal de belangrijkste zaken en ik stem de hoeveelheid informatie af op de persoon. Aan het eind vraag ik of ik het duidelijk heb kunnen uitleggen en welke vragen er nog zijn. Zo hou ik het bij mezelf en hoeven mensen zich niet gegeneerd te voelen om aanvullende vragen te stellen. Door mijn ervaringen als co-assistent heb ik een breder arsenaal ontwikkeld om barrières in communicatie te overbruggen. Die zullen me ook zeker helpen in mijn toekomst als arts internationale gezondheidszorg in het buitenland. We hebben al een aantal voorbeelden genoemd over hoe sociale determinanten leiden tot gezondheidsverschillen. Maar waar hebben we het nou echt over? Heel concreet, een meisje in Lesotho leeft 42 jaar korter dan een meisje in Japan. En een inwoner van Utrecht die in Overvecht woont, leeft gemiddeld 15 jaar minder lang in goede gezondheid dan een inwoner in Utrecht-Oost. En wist je dat vrouwen minder vaak de juiste diagnose krijgen dan mannen? 30% van de hartinfarcten bij vrouwen wordt niet herkend, in tegenstelling tot 16% van de hartinfarcten bij mannen. Dat komt doordat medisch onderzoek en daaruit voortkomende richtlijnen voor de zorg gebaseerd zijn op mannen. Een zwangere asielzoeker heeft in Nederland een 7 keer grotere kans dat haar kindje in of rondom de bevalling komt te overlijden. En een 10 keer grotere kans dat ze zelf overlijdt tijdens een bevalling, vergeleken met een zwangere zonder migratieachtergrond. En in vergelijking met heteroseksuele mensen zijn homoseksueel en biseksuele mensen vaker psychisch ongezond. Dat komt door discriminatie en het feit dat de samenleving LHBTIQ+ personen niet gelijkwaardig behandelt. Als je deze verschillen wil verkleinen, zul je aandacht moeten hebben voor de individuele behoeften en omstandigheden waarin mensen leven. Het klinkt heel mooi om iedereen dezelfde behandeling te geven, maar in de praktijk heeft dan niet iedereen dezelfde gezondheidsuitkomsten. Denk bijvoorbeeld aan e-consulten in de zorg. Deze werken goed voor ons als jonge, digitaal waardige mensen, maar sluiten een grote groep mensen uit. Om gezondheidsverschillen te verkleinen, moet je mensen juist ongelijk behandelen en aansluiten bij specifieke behoeften. Dat noemen we ook wel health equity. Focus op de specifieke persoon voor je.
en probeer minder in grote groepen en categorieën te denken. Er komt een mens bij de dokter, niet enkel een migrant, een vrouw of een homo. Probeer niet te vervallen in aannames, maar wees nieuwsgierig en stel vragen. Goed, dit was het tweede deel. We roepen jullie op om vooral vragen te stellen in de chat. Vragen die je hebt aan Santusha of aan Eloïse of aan Jorien. Want die kunnen we dan in deze uitzending ook nog behandelen. We gaan weer even in gesprek over dit stuk van de film. We horen dat mensen hebben ongelijke kansen op gezondheid. Hè. De weg vinden in de zorg is niet voor iedereen even gemakkelijk. En ook discriminatie speelt een rol. Santusha, jij hebt net wat van jouw ervaringen verteld aan ons. Hè. Welk effect heeft dat op jou gehad? Niet enkel gehad, eigenlijk nog steeds. Nog steeds. Ja, nog steeds. Want omdat je al eigenlijk met een naar gevoel naar een dokter gaat op het moment dat je echt zorg nodig hebt. En waardoor je het ook eigenlijk een beetje gaat vermijden. Ik doe tegenwoordig, ik heb een nieuw woord geleerd, ik doe aan zorgmijden. En dat is dat ik eigenlijk gewoon zo min mogelijk naar de dokter of het ziekenhuis ga. En echt gewoon als er bijvoorbeeld een leden, als mijn arm eraf ligt. Bij wijze van spreken dat ik dan pas naar de arts stap, in plaats van dat ik al begin bij als ik een pijntje in mijn arm heb. Het is zelfs zo, om een concreet voorbeeld te geven. Vorig jaar januari kreeg ik uit het niets, had ik geen gevoel meer in mijn bovenbeen. En een normaal denkend mens, althans iemand die geen traumatische ervaring heeft meegemaakt in de zorg, die zou dan gelijk naar de dokter stappen. Want het zou ook kunnen zijn dat de borstkanker is uitgezaaid en dat het daardoor op mijn heup zit en dat er een zenuw bekneld is waardoor ik geen gevoel meer heb. Mm-hmm. En omdat ik gewoon bij mezelf al dacht, nou, het is gevoel in je bovenbeen is vast niet erg genoeg. En als ik nu weer naar de dokter ga, zullen ze me misschien wel niet serieus nemen. Ik probeer het zelf op te lossen. En ik ben gewoon net zo lang naar een masseur gegaan. En ik heb net zo lang mijn been laten masseren tot ik er weer gevoel in kreeg. In plaats van dat ik naar een dokter ging. En dat is eigenlijk best wel een kwalijke zaak. Want stel je voor dat het echt gewoon uitgezaaide borstkanker is. Dan zit ik wel met de gebakken peren. Ja, omdat je dan eigenlijk te laat... Ja, te laat, zeker. Ja, en dan krijg jij dat weer op je bord. Ja, je bent van, niet snel genoeg gekomen. Van waarom kon het niet eerder? Ja. Dat zorgmeiden, hè? Jorien... We moeten mensen ongelijk behandelen, horen we in de video. En we horen ook wat adviezen hoe dat dan zou moeten gebeuren. Waarom moeten zorgverleners zich nou bewust zijn van dat hun patiënten divers zijn? Ja, mensen verschillen gewoon van elkaar. Mensen hebben verschillende verhalen, verschillende behoeften. Als je iedereen op dezelfde manier behandelt, dan kan je gewoon niet aansluiten. Dus ik vond dat heel mooi wat Hilman ook in de video zegt van... Er komt een mens bij de dokter en niet een diabetes. Er wordt heel vaak, worden mensen toch nog gereduceerd tot alleen hun ziekte. Van jij hebt diabetes. Maar als je nou echt iemand ziet als iemand met diabetes, met daarnaast nog heel veel andere aspecten, die ook van invloed zijn op hoe iemand omgaat met ziekte, dan kan je gewoon veel beter aansluiten. Dus nou ja, daarom is het zo belangrijk om ook aandacht te hebben en vragen te stellen over hoe ziet je leven eruit? Wat voor werk heb je? Hoe ziet je gezinssituatie eruit? Dus nou, dat is belangrijk dat zorgverleners dat doen. Maar ik vind het ook belangrijk te benadrukken dat zorgorganisaties daar ook wat in te doen hebben. Dus als zorgverlener moet je af en toe ook kunnen afwijken van richtlijnen, protocollen om aan te kunnen sluiten. Of je moet kunnen differentiëren, wat jij net zegt. Dus je moet soms ook kunnen bepalen, ik heb meer tijd nodig voor deze patiënt. Maar dan moet dat wel gefaciliteerd worden door een organisatie. Of bijvoorbeeld een interventiestructuur. Als je het hebt over diversiteit en hoe ga je om met diversiteit. Ja, dan is dat gewoon heel belangrijk dat zorgverleners daarover met elkaar in gesprek kunnen gaan. En kunnen oefenen en uitwisselen van wat werkt nou en ik loop hier tegenaan. Dus zowel op het gebied van zorgverleners hebben daar wat in te doen, maar zeker ook zorgorganisaties. Ja, en dan nu net dat verhaal van Santusha die eigenlijk zorg mijdt. Ja, ja. Hoe komen we dan met die patiënten in gesprek? Ja. Want als die patiënt niet komt, dan kan die arts of verpleegkundige ook niet bedenken, oh, er zitten mensen bij mij in de spreekkamer. Dus... Ja, ik vind dat nog wel een gevaarlijke ontwikkeling. Ja. Dat mensen zorg gaan mijden. Ja. En dat we die dus niet meer kunnen behandelen. Mm-hmm. Ja. En misschien zou je dan ook eens wat meer over de regio's heen moeten kijken. En ook over de lijnen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar
Ik heb ooit een gynaecoloog, die heeft mij gebeld van, goh, ik heb hier een dame, die was 28 weken zwanger en continu hoge bloeddruk. En hij zei gewoon, joh, kan je alsjeblieft gewoon een keer bij haar langs gaan als wijkverpleegkundige? Mm-hmm. Dus ik zei, nou, dat is prima, ga ik doen. En ik vroeg hem nog van, ja, waarom? Hij zei, ja, ze komt hier elke keer en ze zegt dat het goed gaat, maar ik heb gewoon een onderbuikgevoel. Nou, ik had op zich een hele goede lijn, dus dat is ook wel heel belangrijk. Heb je een goed netwerk gewoon als verpleegkundige? En ik ben daar gewoon aan de deur geweest. Nou, ze deed eerst niet open. Nou, briefje onder de deur. Het heeft zeker wel 3 weken geduurd voordat ik uiteindelijk bij haar binnenkwam. Mm-hmm. En dan stond ik nog voor de deur. En uiteindelijk heeft ze me toen binnengevraagd. En toen kwam ik daar en er zat geen vloer in. Deze dame had geen bed. En uiteindelijk had zij gewoon geen inkomen. Mm-hmm. Dus die stress zorgde ervoor dat haar bloeddruk enorm omhoog ging. Waardoor er dus kans was op een vroeggeboorte. En toen heb ik gewoon echt de vraag aan haar gesteld. Wat heb jij nu van mij nodig? En toen zei ze, ja, klinkt heel stom, maar ik heb gewoon geld nodig. Nou, toen ben ik naar de gemeente gegaan. Ook daar had ik gelukkig als wijkverpleegkundige mijn connecties. En toen heb ik dus binnen 24 uur voor elkaar gekregen dat zij een uitkering kreeg. Mm-hmm. Dat is niet zonder slag of stoot gegaan en heel veel telefoontjes. Maar uiteindelijk heeft zij een uitkering gekregen. En daardoor is het bloeddruk gaan zakken. En daardoor heb ik het sociaal wijkteam uiteindelijk bij betrokken. Nou ja, is er ook een kinderkamer gekomen. Uiteindelijk ook voor de andere kinderen dingen geregeld. Dus dat was een hele andere vraag dan, goh, gaan we bloeddrukmedicatie inzetten? Want er komt mogelijk een vroeggeboorte. Mm-hmm. Nee, dat was een hele andere vraag achter de vraag. En dat moet je soms echt bewust zijn, ook als zorgverlener van, ik kan inderdaad komen naar zo'n touche van, goh, ja, wat is er, hoe of wat? Maar heb je echt oprecht interesse? Dat je wil weten wat er nu echt speelt bij jouw patiënt. Ja. En wat ik aan jouw voorbeeld heel mooi vind, is die samenwerking. Dat die gynaecoloog dus contact opneemt met een wijkverpleegkundige. En zegt, ga eens even kijken. En dat jij weer contact met de gemeente hebt. En dat eigenlijk om dus goede zorg te verlenen, heb je een heel netwerk aan mensen en verschillende inzet nodig. Om iets aan een gezondheidsprobleem te doen. Ja. Ja. Nou, we hadden het al even over, hè, of in jouw antwoord ging je daar al een beetje op in, Eloïse, van wat is er nodig om in zorgorganisaties nou dit voor elkaar te gaan krijgen? Dat je dit kunt doen, want jij moet ook ruimte krijgen van jouw werkgever. Ja, nou, dat is inderdaad de ruimte, net wat Jorien ook zei, het faciliteren. En soms zit dat, want wij denken dan vaak in faciliteren, oh, we hebben meer tijd nodig. Maar je kan natuurlijk ook de zorg wel wat anders gaan inrichten. De ochtendzorg is bijvoorbeeld enorm gericht op, goh, mensen moeten gewassen worden, aangekleed, steunkousen, et cetera. Maar er zijn ook vaak heel veel rustmomenten nog in de zorg, waardoor je dit soort gesprekken met elkaar aan kan gaan. En als het niet kan met de patiënt zelf, bijvoorbeeld door een cognitieve stoornis, dementie, ga dan het gesprek aan met een mantelzorger, met een partner. Want die zitten ook met heel veel vragen en die weten zoveel van de patiënt, dat je daardoor ook heel veel inzicht weer krijgt van, goh, hoe kan ik er nou voor zorgen dat ik nog steeds kwaliteit van zorg kan leveren aan deze patiënt, met al zijn eigen normen en waarden. Dus je moet je ook heel goed beseffen als zorgverlener, wat zijn mijn eigen normen en waarden? En welke normen en waarden heeft een patiënt? Staan die recht tegenover elkaar? Zo ja, moet je ook als zorgverlener kunnen zeggen van, goh, ja, dit valt zo eigenlijk niet binnen mijn normen en waarden. Maar, goh, ik noem altijd nu jou, Santusha. Ja. Van, goh, misschien sluit jij hier beter bij aan. Nou ja, en daar moet je dat gesprek gewoon met elkaar over hebben. Dus wees je ook gewoon zelfbewust als zorgverlener van, goh, waar zitten mijn valkuilen, mijn aannames? Maar ook bijvoorbeeld, ja, wat heb je zelf meegemaakt als zorgverlener? Dat bepaalt ook hoe je ook weer zorg verleent. Mm-hmm. Ja. Dus dat vraagt ook zelfkennis dan? Ja, ja. Heel veel zelfkennis. En weet je wat ik ook nog zat te denken, want we hebben natuurlijk vaker ook hier gesprekken over. En jij zei ook van, dus die diversiteit in het zorgpersoneel is belangrijk. En je zei, ja, heel vaak wordt er nu dan iemand van kleur naar voren geschoven van, nou ja, weet je, deze persoon kan zorgen voor de aansluiting. En jij zei, ja, dat moet eigenlijk iedereen kunnen. Of in ieder geval veel meer mensen moeten dat kunnen. Nou ja, je moet ook inderdaad kijken van, goh, wat is de kennis? Ik kan daar als, kijk, ik kan solliciteren. Bijvoorbeeld in een heel wit team. En dan denkt de werkgever van, nou, die nemen we aan, want zij heeft het kleurtje. Mm-hmm. Ja, maar dat betekent helemaal niet dat ik de kennis heb
om het juiste bij te dragen aan dit team. Dat kan heel goed zijn dat een witte man of vrouw dat wel heeft. Dus je moet ook heel voorzichtig zijn van nu we allemaal bezig zijn met diversiteit en inclusie. Van oh ja, we moeten inderdaad een gemêleerd team hebben van voldoende blanken, voldoende zwarte. We moeten voldoende mensen hebben met bijvoorbeeld een beperking. Dat wordt ook heel vaak gezegd van we moeten iemand aannemen die een beperking heeft. Als iemand een meerwaarde heeft voor de organisatie, maar niet omdat iemand een beperking heeft. Mm-hmm. Dus daar moet je ook wel van bewust zijn. Ja, ik ga even kijken, want inmiddels zijn er inderdaad een aantal vragen binnengekomen. Santusha, die bovenste vraag, welke... Dat ziet de kijkers thuis niet trouwens niet dat dit de bovenste vraag is. Ja. Welke vraag is jou nooit gesteld? En wat zouden mensen aan jou moeten vragen? Wat zou je fijn hebben gevonden? Ik denk ook... misschien ook wel de vraag, wat voel je op dit moment? Want dat wordt al eigenlijk niet gevraagd. En mm-hmm. ik denk dat je daarmee ook gewoon eigenlijk een gesprek aangaat. Van, wat voel jij op dit moment en hoe zouden wij hiermee kunnen omgaan? Mm-hmm. Dus dat je ook gewoon een beetje, niet echt een standaard lijstje afwerkt, maar ook gewoon meer oog hebt voor wie er ook eigenlijk voor je zit en hoe kunnen we dit aanpakken. Mm-hmm. Ja. Ik ga even met een schuin oog op de tijd de andere vragen overslaan. We beloven trouwens dat we alle vragen nog zullen beantwoorden op papier en dat sturen we jullie dan na afloop toe. Ik zie trouwens nog wel een hele interessante vraag terugkomen, maar die gaan we aan het eind bewaren. En dat is, Santusha, wat heb je nodig om weer vertrouwen te krijgen in de zorg? Die bewaren we even voor het eind. We gaan kijken naar het derde deel van de film. Die gaat over verscheidenheid en over kruispuntdenken. Ik neem jullie terug naar het jaar 1992. Ik kom naar Nederland voor het eerst, Oud-Nigeria, waar ik mijn basisopleiding geneeskunde heb gedaan. Om toegelaten te worden om de opleiding tot basisarts in Nederland te volgen, moet ik eerst een examen afleggen. Engels is mijn moedertaal en ik moet die examen in het Nederlands afleggen in een grote zaal met medestudenten. Helaas, ik ben niet machtig in het Nederlands taal, maar er werd geen rekening gehouden met het feit dat Engels mijn moedertaal was. Ik zit daar, de vragenlijst voor mij. Toen de tijd helaas hadden wij geen Google Translate, maar een fantastisch boek die heet Van Dalen Nederlands Engels Woordenboek. Dus daar in die uur ben ik de vragen aan het lezen. Moeilijke woorden dat ik niet begrijp, opzoeken in mijn Van Dalen Nederlands Engels woordenboek, ga ik vervolgens die aan de vragen beantwoorden van de voorgangstoets. Gelukkig heb ik die voorgangstoets behaald met ruim voldoende cijfers en ik moet bij de examencommissie komen voor een toelatingsgesprek. Tot mijn verbazing werd aan mij gevraagd, hoe heb jij dat gedaan? Ik keek vol verbazing. Ik had verwacht, wat geweldig dat je dit hebt gedaan, weten dat Nederlands niet mijn moedertaal is. De vraag die bij mij reist was dan, had men verwacht dat ik die voorgangstoets niet zou behalen, omdat ik niet een Nederlandse sprekende student was? Die vraag blijft tot die dag van vandaag onbeantwoord. Als je realiseert dat je niet iedereen hetzelfde moet behandelen, dan wordt het belangrijk om even stil te staan bij de diversiteit in de wereld om je heen. Diversiteit betekent verscheidenheid en gaat over alle manieren waarop we van elkaar verschillen. Ons brein heeft de neiging om te categoriseren. Dat doet het om orde te scheppen in de chaos. Op zich is dat geen probleem, maar als we het te ver doortrekken en de categorieën heel hard maken, dan kunnen aannames en bias ontstaan. Net zo
hebben we de neiging om letterlijk zwart-wit naar diversiteit te kijken. Vaak worden bij diversiteit aan iemands huidskleur gedacht. Maar we verschillen op veel meer manieren van elkaar dan dat. Denk aan genderdiversiteit en seksuele oriëntatie, culturele diversiteit, leeftijdsdiversiteit, diversiteit in taligheid en religieuze diversiteit. Inclusie gaat over het bewustzijn van deze verschillen en hoe wij vervolgens omgaan met deze verschillen. Krijgt een vrouw bijvoorbeeld hetzelfde salaris als een man? En krijgt iedere patiënt met een taalbarrière een tolk aangeboden? Eigenlijk gaat inclusie dus over de mogelijkheid om mee te doen en een gelijke kans te krijgen op gezondheid. Een tip is om je tijdens je studie al bewust te zijn dat bijna al het onderwijs en richtlijnen gebaseerd zijn op onderzoek onder witte mannen van middelbare leeftijd. Voor alle andere groepen is er dus een gigantische bias. Daar kun je als student al kritische vragen over stellen. Als huisarts in opleiding was ik betrokken bij een patiënt in palliatieve setting. Ik was meerdere keren met een collega huisarts meegereden op visite. Het betrof een patiënt met een Turkse achtergrond, eerste generatie, en dochter was altijd aanwezig om te tolken en het beleid te bepalen. De huisarts had meerdere keren thuiszorg aangeboden, maar hier werd van afgezien. En de huisarts nam aan dat het te maken had met cultuur en dat de familie graag als mantelzorger wilde fungeren. Toen de huisarts op vakantie ging, heb ik de visites op mij genomen. Dochter was zoals altijd aanwezig. En nadat ik het gesprek met haar en haar ouders erbij had gehad, heb ik haar even apart genomen om te vragen hoe het met haar ging. Ze gaf aan dat het zwaar was en dat ze in ploegendienst werkte en ook nog voor haar kinderen moest zorgen. Toen heb ik nog een keer aangeboden om thuiszorg voor haar te regelen. Uitgelegd dat het gespecialiseerde zorg is die goed kon zorgen voor haar vader. Ze zou hierover nadenken en met haar broers erover hebben. Een paar dagen later belde ze de praktijk op en vertelde ze dat ze toch thuiszorg wilde hebben. Voor mij werd opnieuw duidelijk dat je niet moet handelen vanuit aannames, maar dat je het gesprek moet aangaan. In deze casus waren er verschillende gezinsleden uit verschillende generaties die andere wensen en behoeften van elkaar kunnen hebben. Aandacht vragen voor diversiteit probeer ik op verschillende manieren te doen. Ik geef en ik maak onderwijs met betrekking tot diversiteit en inclusiviteit binnen de huisartsopleiding. En daarnaast hebben we 2,5 jaar geleden samen met andere mensen Coding opgericht. Met Coding hebben we een missie om de Nederlandse geneeskunde diverser en inclusiever te maken. Al deze uiteenlopende aspecten maken ons tot wie we zijn. En die aspecten bepalen ook de privileges die je wel of niet hebt. En dit is afhankelijk van de dominante norm in de samenleving. Een voorbeeld. In Nederland heeft een witte, heteroseksuele cisman zonder beperkingen met een universitaire opleiding de meeste privileges. Er zijn natuurlijk een heleboel mensen die afwijken van deze norm. Hoe meer je van de norm afwijkt, hoe minder privileges je hebt. Bij kruispuntdenken ben je ervan bewust dat mensen op meerdere aspecten van de norm kunnen afwijken. Dat deze aspecten elkaar kunnen beïnvloeden en dat dat iemands positie in de samenleving bepaalt. Die witte heteroseksuele man die gestudeerd heeft, kent dus veel meer privileges dan een zwarte lesbische vrouw die gestudeerd heeft. En een zwarte homoseksuele man wordt eerder staande gehouden door de politie dan een witte homoseksuele man. Je krijgt een rijker beeld van de situatie als je die met een intersectionele bril bekijkt. Zo kan een witte queer geneeskunde student privileges hebben als hoogopgeleide vrouw die dokter gaat worden, maar tegelijkertijd gediscrimineerd worden op basis van haar queer en vrouw zijn. Door intersectionaliteit hou je rekening met iemands individuele kenmerken en daarmee ook de gelaagde identiteit van de mensen om je heen. Probeer vaker stil te staan bij de positie die jij, je medestudenten en de persoon tegenover je op verschillende momenten in de samenleving hebben. Laat je hier niet door afremmen in je ambities, maar praat er meer over met elkaar. Kennis over intersectionaliteit heeft ervoor gezorgd dat ik bij consulten betere vragen stel, beter nadenk over welke factoren van invloed kunnen zijn op iemands welzijn en beter uitleg geef over gezondheid en medicatie. Maar dat is niet het enige. Het kan een doktersbezoek ook veiliger maken. Het is heel spannend en kwetsbaar om bij een dokter op het spreekuur te komen. Veel regenboogvluchtelingen hebben in hun land van herkomst negatieve ervaringen met zorg. Zorg voor regenboogpersonen bestaat niet, of je wordt gezien als psychisch ziek, of het is misschien zelfs strafbaar. Het is helemaal niet vanzelfsprekend dat je met een dokter veilig over regenboogonderwerpen kan praten, zelfs in Nederland niet.
Als queer dokter uit de Nederlandse Bijbelbelt kan ik daarover meepraten. Omdat ik zelf onderdeel uitmaak van de gemeenschap voor wie ik zorg en bovendien laat zien dat ik én dokter én regenboogactivist kan zijn, valt er vaak al een last van hun schouders. Dat betekent natuurlijk niet dat iedere dokter op hakken moet lopen of met jellaknagels in de spreekkamer zit. Er zijn genoeg andere manieren om te laten merken dat dit een onderwerp is wat bespreekbaar is. Een speldje, een keycord, een sticker in de wachtkamer. Het gevoel van veiligheid begint immers niet pas in de spreekkamer. De zorg die ik bied is een succes omdat ons team diversiteit zichtbaar viert. Van social media tot de website, van de receptie tot de wachtkamer. We laten duidelijk merken dat ons team voornamelijk uit queer en transpersonen bestaat en dat juist onze verschillende achtergronden ons krachtiger maken. Marokkaans, Indonesisch, Turks, Surinaams, moslim, Joods of zoals ik uit de Bijbelbelt, mensen zien hoe wij als collega's met elkaar omgaan en juist dat geeft vertrouwen in ons team als geheel. Zorg bied je immers niet vanuit je ivoren toren. Zorg bied je samen, in al onze diversiteit. Ik heb jou een aantal tips gegeven, maar ik geef er graag nog 3 mee. Wees je bewust van je eigen cultuur. Wie ben je zelf? En hoe bepaalt het hoe je reageert in je spreekkamer? Stel jezelf bijvoorbeeld de vraag, wat is mijn eigen positie in de maatschappij? En hoe verhoudt die zich tot de positie van degene tegenover me? En heeft het een invloed op onze relatie? Maak gebruik van een tolk als er sprake is van een taalbarrière. En maak gebruik van begrijpelijke informatie. Bijvoorbeeld door beeldverhalen te gebruiken. Als zorgverlener heb je een zorgplicht en alle patiënten hebben recht op goede en passende zorg. We hebben allemaal wat te doen in het tegengaan van ongelijkheid en ongelijke kansen. Als zorgprofessional heb je een bijzondere positie en privilege om hier aandacht voor te vragen. Spreek je uit als er opmerkingen worden gemaakt die patiënten of collega's raken. Of als je voorbeelden van ongelijke behandeling of gebrek aan inclusie tegenkomt. Om de gezondheidszorg te organiseren als een rechtvaardig en inclusief feest, moeten we ervoor zorgen dat de gasten niet alleen worden uitgenodigd, maar ook actief betrokken worden bij het plannen en organiseren. Dat betekent dat we de ervaringen, perspectieven en behoeften van de diverse groep mensen centraal stellen bij het nemen van beslissingen en het vormgeven van de plannen. Laten we samen de gezondheidszorg zo organiseren dat alle mensen zich welkom, gehoord en vertegenwoordigd voelen. Die eed ga je ooit nog afleggen, maar vooruitlopend daarop kun je nu al beginnen met het verschil maken. Goed, dat was de film Maak het verschil. In dit stukje hebben we gehoord over kruispuntdenken. En ik wil eigenlijk van jullie alle 3 graag horen, waarom is dat kruispuntdenken nou zo belangrijk in de spreekkamer en in de zorg? Zal ik bij degene die het hardst knikt beginnen? Ik denk dat het heel erg in lijn is met wat ik net al vertelde. Hè? Als je aandacht hebt voor die gelaagdheid van iemands identiteit, dan kan je gewoon veel beter persoonsgerichte zorg bieden. Dus het geeft een veel rijker beeld. Nou, dat hoorde je in de film. En wat ik belangrijk vind om te benoemen is dat je, als je echt goed bewust bent van kruispuntdenken, dat je dan ook tot de conclusie komt dat de verschillen binnen groepen vaak veel groter zijn dan de verschillen tussen groepen. Terwijl mensen eigenlijk vaak het laatste denken. Ja, en neem ook de tijd. Hè. Neem ook de tijd om te ontdekken wat de vraag nu achter de vraag is. Want zorgverleners zijn oplossingsgericht. Dat wordt gewoon vanuit de opleiding. Hup, we moeten het oplossen. Maar soms moet je ook gewoon de tijd nemen om dingen op te lossen. Dus om erachter te komen, goh, wat heeft iemand nou nodig? Als jij een patiënt hebt die altijd in de kroeg heeft gewerkt tot 2 uur 's nachts. En ze wordt opeens dement en ze komt op jouw afdeling. En je gaat er om 7 uur wakker maken van, hé, we moeten ontbijten. Nou, dat kan ik je nu al vertellen, die gaat in de weerstand. Nou, die gaat in de weerstand, komt vervolgens op een groot MDO. Nou, laten we antipsychotica inzetten, want mevrouw is in de weerstand. Nee, laten we teruggaan. Mevrouw heeft gewoon een heel andere leefstijl. Dus als je daarop gaat aanpassen, mm-hmm. van goh, we laten mevrouw lekker uitslapen, dan zal je zien dat die weerstand ook minder wordt. En dan heb je gewoon een hartstikke leuke band met je patiënt. En als je dat beseft, van goh, laten we ontdekken met elkaar van wat heeft iemand nou nodig en hoe heeft iemand geleefd, ook zelfs van vroeger, dat is echt wel heel belangrijk. Dan krijg je er heel veel antwoorden. Mm-hmm.
Is dat Tusha? Ja, het kruispunt denken in de zorg? Ja, ik sluit me eigenlijk aan bij de andere sprekers. Want ik heb ook zoiets van, kijk ook verder dan wat je ziet. Want je ziet bijvoorbeeld mij als ex-borstkankerpatiënt. Maar ja, ik ben ook veel meer dan dat. En dat zijn ook eigenlijk alle determinanten die ook gewoon meespelen. En die maken tot wie ik ben. Mm-hmm. Ja. En dan even terugkomend op die vraag die in de vorige sessie werd gesteld. Hè? Wat heb je nodig om weer vertrouwen te krijgen in de zorg? Ik denk eigenlijk dat het personeel ook eigenlijk bewust is van wie ze voor zich hebben. En dat ze dat ook gewoon ook aangeven, want dat wordt ook vaak niet gedaan. Dat er bijvoorbeeld tegen mij wordt gezegd van, nou, we weten dat je veel hebt meegemaakt. Het kan daardoor ook zijn dat je soms wat argwanend bent naar zorg. Maar we hebben daar begrip voor. En dat geeft mij ook wel wat meer vertrouwen. Mm-hmm. En misschien ook wel een tip voor anderen. Nou, ik heb een Nederlands vriend. Mijn vriend is wit. En ook op het moment dat hij dan meekomt naar de afspraken, wordt er ook vaak tegen hem gesproken. En dan zit ik erbij. En dan misschien wordt hij onbewust ook aangezien als tolk. En dat ze dan denken, nou, ze zal het vast wel niet begrijpen. We voeren het gesprek met hem. Mm-hmm. En ja, dat geeft mij dan ook weer niet echt het vertrouwen dat ze mij heel erg serieus nemen. Ja. Jij wilt gezien worden. Ja, gezien worden. Precies, als persoon en als compleet persoon. Zeker. Ja, ja. We gaan even kijken naar de vragen die inmiddels op het scherm staan. Iemand vraagt, zien jullie een rol voor toezichthouders om aandacht voor diversiteit in de zorg te bevorderen? Ja, daar moet ik ook zelf even over nadenken. Ja. Moet ik eerlijk zeggen. Ik vermoed dat dit een beetje gericht is op de IGJ, maar dat weet ik niet zeker. Oké, we laten deze heel even voor wat hij is. Denken we nog even over na. Ja. De volgende vraag, daar staat een groot percentage van de ervaren gezondheidszorg buiten de medische zorg. Hè, dat hebben we inderdaad gezien. In hoeverre is op landelijk vlak hier beleid voor nodig? In hoeverre staat het huidige politieke klimaat in contrast met de normen en waarden die worden besproken? Jezus, wat stellen jullie allemaal voor om moeilijke vragen in de chat? Nou ja, maar misschien om in te aansluiten op het eerste vraag. Deel van die vraag. Ja, daar is zeker beleid voor nodig. Dus dat er inderdaad niet alleen maar aandacht is voor de zorg zelf, maar dus ook voor leefomgeving van mensen. We weten dat als de leefomgeving groen is, dat dat heel erg bijdraagt aan gezondheid. Dat mensen eerder naar buiten gaan, dat ze gelukkiger zijn. Dus ja, het is eigenlijk belangrijk om al die verschillende aspecten mee te nemen in beleid en dat je bewust bent van dat die allemaal dus heel erg met elkaar samenhangen. Ja, gezondheidsverschillen oplossen is een complex maatschappelijk probleem, zeggen we bij VAROS. Dus je moet ook allerlei spelers moeten, ook in beleid, inderdaad iets doen. Ja, en die samenwerking moet dan ook, ja, ik denk dat dat heel belangrijk is, dat mensen daadwerkelijk integraal kunnen samenwerken. En dat het niet alleen maar schotjes zijn, ah, voor die moet je bij die zijn, voor die moet je bij die zijn. Dat zien we nu natuurlijk heel veel, dat mensen dan met een probleem ergens terechtkomen. En dat het dan is, ja, maar ga maar naar die persoon toe. En nou, we hebben het ook over vertrouwen. Wat doet dat met vertrouwen? Dus dat het belangrijk is dat je langs die verschillende aspecten kunt gaan in het leven. En dat dat niet bemoeilijkt wordt door beleid en regels. Wat nu nog wel vaak het geval is. Dus ik denk, dat zou beleid kunnen doen. Dat het bijdraagt aan meer dat integrale. Ja, en dat bijvoorbeeld in de financiering van de zorg. Ja. Je misschien ook wel meer mag differentiëren tussen patiënten. Ja. Ja. Ik ga even kijken. We hebben ook een vraag naar tips voor het medisch onderwijs. Laten we daar eens even naar kijken. Ja. Ja, tips voor het medisch onderwijs. Ja, als ik bijvoorbeeld zelf kijk naar toen ik de HBOV deed, kregen wij altijd van die Lotus patiënten. En dan kreeg je een casus en dan stond altijd een doel op. En dan had je altijd een eigenwijze Lotus patiënt die dan eigenlijk helemaal van je doel afhaalde. En op een gegeven moment dacht ik gewoon van, ja, weet je, dat doel is maar het doel. En ik heb dat toen helemaal losgelaten. En daardoor kwam een heel ander gesprek. Maar uiteindelijk dacht ik, nou ja, daar ben ik gigantisch voor gezakt. En toen zei die docent nog van de communicatie dat ik dus wel geslaagd was, omdat ik eigenlijk de vraag achter de vraag probeerde te achterhalen. Mm-hmm. En toen dacht ik van, ja, als we dat dus meer gaan leren van, goh, wat is nu de vraag achter de vraag en hoe stel je die? Dus je moet ook die casussen wat anders ombuigen eigenlijk. Van ja, hoe ga je met elkaar om? Maar ook bijvoorbeeld, hoe ga je met elkaar om als zorgverleners? Als je dus ergens tegenaan loopt. Ga je inderdaad zeggen van, goh, jij hebt de beste ervaring. Dus als jij zegt,
dat die patiënt echt antipsychotica nodig heeft, dan zal het wel zo zijn. Of kan ik, als degene die net afgestudeerd is, het gesprek met elkaar aangaan van, goh, ik denk ook dat het op een andere manier kan. Want laten we eens gaan kijken. Hoe was iemands leven? Hoe heeft iemand geleefd? Ja, is dan misschien ook een tip voor het medisch onderwijs, dat al in dat onderwijs dus samengewerkt wordt tussen verschillende disciplines? Mm-hmm. We zien dat op een aantal opleidingen opkomen ook. Ja, ik denk dat dat heel mooi is, want dan oefen je daar al mee. Want voor heel veel zorgverleners is dat best wel onwennig als je dan in de praktijk werkt. Terwijl als je dat al binnen de opleiding doet, dan wordt dat eigenlijk normaal. En ik denk misschien ook nog een ander antwoord van wat voor tip. Om dus aandacht voor diversiteit niet als iets extra's te zien. Want dat zien we nu gewoon heel vaak. Dat het eerst is van, nou, zo verleen je zorg aan iemand. En als iemand dan afwijkt van de norm, dan kun je dit en dit doen. Terwijl eigenlijk zou het gewoon altijd standaard geïntegreerd moeten zijn. Ja, en je moet dus ook wel beseffen dat als je een patiënt hebt die veel problematiek heeft, dus en schulden en welzijn en misschien wel problemen met de kinderen, een scheiding, maar ook nog eens een keer medische problemen heeft, dat de ervaring die ik heb gehad is gewoon dat dan moet hij naar de schuldhulpverlening. Daar moet hij een gesprek voeren, weer alles blootgeven. Dan moet hij naar de dokter, weer alles blootgeven. Dat maakt dat iemand zich ontzettend klein voelt. Mm. En dan is het heel fijn als er een zorgverlener is die met hem meegaat. En dan zou je denken, ja, dat kan toch helemaal niet in deze tijd. Maar daar zou je dus tijd voor moeten maken. Mm-hmm. Die met hem meegaat om hem of haar te ondersteunen daarin. En die soms ook bepaalde dingen weg kan halen. Dus zegt van, goh, ik neem de regie nu in deze casus. Want er zitten nu zoveel verschillende partijen. We willen allemaal het beste voor de patiënt. Mm-hmm. Maar hij of zij wordt er helemaal gek van. Ja. En die wil uiteindelijk gewoon dat er rust komt in zijn of haar hoofd. Kan het ook, ik weet niet of dat überhaupt mogelijk is, maar ik kan me ook voorstellen als je iedere keer je verhaal bij een andere instantie moet doen, dat je dat ook gewoon zat wordt. Is het bijvoorbeeld ook mogelijk dat je gewoon één keer je verhaal goed vertelt en dat dan van bijvoorbeeld wordt rondgegeven, of is dat niet mogelijk? Nou, dan kom je weer met een stukje AVG. Oh ja, en dat maakt het dus zo lastig, want dan moet ik je dus continu toestemming vragen van, goh, vind je het goed dat ik met de schuldhulpverlening deel? Nou, dan wil je bepaalde dingen wel, bepaalde dingen niet. Dus dat maakt het heel lastig. Terwijl ik denk, als je één regiehouder hebt, één casusregiehouder, die bemiddelt voor jou in wat wel of niet nodig is, dan geef je dat ontzettend veel rust. Mm-hmm. Ja. We gaan even naar het laatste stuk van onze bijeenkomst. Sowieso zijn de vragen voor ons op het scherm even verdwenen. We gaan weer een poll starten. En we gaan jullie vragen, wat nemen jullie mee uit deze film? En wat nemen jullie mee uit ons gesprek? En die antwoorden die gaan wij dadelijk op het scherm binnen zien komen en die zullen we dan bespreken hier. Maar we horen dus nu even graag van jullie. Van, wat ga je morgen anders doen? Hè? Wat neem je mee? Wat ga je anders doen? En dan gaan wij even meekijken wat jullie antwoorden. Nou, misschien nog een keer, want ik zag net alweer dat iemand reageerde op de vraag. Wij gaan dus aan het einde alle vragen bekijken, wat Gudule net al zei. Ja. En dan komen we dus terug op jullie vragen. Ja. Dus weet dat we die vragen niet nu zomaar laten zitten. Nee, we zullen echt ons best doen om op alle vragen kort of langer antwoord te geven. Ja. En dat krijgen jullie dan opgestuurd. Goed, wij zien de eerste antwoorden nu komen. Er komt een mens bij de dokter. Nou, dat is heel goed als jullie die mee willen nemen. Behandel mensen ongelijk om gezondheidsverschillen te voorkomen. Ja, dat is helemaal het motto van Pharos. Welke vallen jullie op als je dit zo ziet? Nou, er staat, stel vragen, doe geen aannames. Daar zou ik dan nog aan toe, stel vooral open vragen. Zeker. Wij zorgverleners zijn heel erg gewend, omdat we bijvoorbeeld maar 10 minuten hebben voor een patiënt, om gesloten vragen te stellen. Dus stel vooral open vragen, want open vragen die leiden juist tot een gesprek. Ja. Hoe, wat, wanneer, wie, waarom? In plaats van, heeft u ook wel eens last van? Mm. Ja. Ja. Nou, ook een compliment. Dat is heel plezierig om te lezen natuurlijk. Altijd fijn. Zoeken naar de vraag achter de vraag. Dus ik denk dat jouw pleidooi gehoord is, Eloïse. Iemand zegt hier niet alleen kijken naar de medische context. Ik denk ook dat hebben we denk ik langs laten komen vandaag. Dus dat is mooi. Iemand zegt hier bewustzijn van structureel racisme in de zorg.
Ja, helaas is dat het geval. Ja. En het is dus ook belangrijk dat op het moment dat je iets signaleert, dat je dat ook gaat aankaarten. En dat kan of bij de vertrouwenspersoon van je organisatie, of bij de ombudsvrouw, of bij je teamleider als dat veilig genoeg voelt. Maar kaart het aan. Want alleen als we allemaal samen hier iets aan gaan doen, breken we die muren van dat structurele racisme af. En ja, even een pleidooi vanuit van mijn kant. Even kijken. Iemand zegt, een aantal tips neemt hij mee uit dit webinar over wat je moet meenemen als je als professional in gesprek gaat met andere mensen. Heel goed. Dus even kijken of we nog nieuwe dingen gaan zien. Iemand schrijft hier ook nog integrale casuïstiek schrijven. Wat ik vaak zie in casussen in medische opleidingen, is dat op het moment dat iemands culturele achtergrond wordt beschreven of iemand etniciteit, dan is dat onderdeel van het probleem. Wat je eigenlijk zou willen, is dat je bij alle casussen objectief beschrijft wat iemands achtergrond, beroep, opleiding, et cetera is. Ja. En niet altijd maar meteen dat culturele aspect problematiseert. Nee, ik zou dat ook zeker als een soort een oproep aan het medisch onderwijs willen doen. Eens even kijken. En iemand, hier heeft iemand een mooie die zegt, ik hoor dit al sinds de jaren 90. Ja. En dat is inderdaad waar. En hoe krijgen we dit nu echt in beweging? Ja. Ik denk ook dat daarvoor het lange termijn perspectief zo belangrijk is. En dus niet de hele tijd korte termijn dingen bedenken van, we gaan het zo doen, maar echt een lange termijn visie uitzetten. En dat moet je met elkaar allemaal samen doen. Hè? Wat jij aan het begin ook zei, niet alleen maar dat doelgerichte, maar echt in de eerste instantie investeren in vertrouwen. Zodat je uiteindelijk, zie je dan iemand ook veel minder vaak terug. Omdat je veel sneller erachter komt, wat is nou echt het probleem? Maar daar moet inderdaad beleid en regelgeving, et cetera, moet dan ook bijdragen. En dat zien we gewoon nu heel vaak nog niet. En ik denk dat ik aan deze persoon die dit in de chat heeft gezet ook zou willen zeggen, sluit je aan bij coding. Kijk wat daar gebeurt. Want er is het een en ander op gang gekomen in de zorg. Ja. Even kijken naar de klok. Ja, we hebben nog. Even nog terugkomend. Jullie zijn allebei lid van het panel tegen discriminatie van VWS. Dus daarmee hopen jullie natuurlijk ook invloed uit te oefenen op het beleid. Kunnen jullie daar iets over zeggen? Wat hoop je met dat panel te bereiken? Ja, eigenlijk vooral bewustwording. Dat je dus ook bewust wordt dat er gewoon helaas nog steeds sprake is van racisme en discriminatie in de zorg. En dat jij dus als werkgever daar een hele grote rol in hebt. Dus hoe zorg je er nu voor dat als er sprake is van discriminatie, hoe ondersteun je dan jouw werknemer? Dat heb ik heel erg ervaren. Omdat ik een keer een werknemer had die echt gediscrimineerd werd door een bewoner met dementie. En dat er dan heel snel wordt gezegd van, maar hij heeft dementie. Mm-hmm. Ja, maar dat maakt het gevoel van mijn medewerker niet minder. Mm-hmm. We kunnen het niet weghalen, want iemand met dementie die zegt dingen. Maar je moet wel ervoor zorgen dat je de medewerker het gevoel geeft dat je er voor hem of haar bent. Dat je er steunt, dat je het hebt aangehoord. En dat je ook gaat kijken, wat heeft zij nodig? Want nogmaals, wij denken in oplossingen. Ja. Wij denken van, we halen haar gelijk weg bij die man. Maar dat is misschien helemaal niet wat zij nodig heeft. Zij heeft vooral nodig, ik wil gewoon af en toe gewoon even met jou zitten. En even gewoon zeggen van, ik ben het helemaal zat. En daar gaat ze helemaal even, als dat is wat ze nodig heeft. Mm-hmm. Dan maak je dat half uurtje per week, maak je gewoon tijd voor je werknemer. En dat is vooral de bewustwording van, vraag nou eens aan je medewerkers ook, net als aan je patiënt, wat heb jij van mij nodig? Mm-hmm. Want dan weet misschien ook, wat zijn jouw ervaringen? Ja. Want soms kunnen mensen niet eens goed aangeven, wat heb ik dan eigenlijk nodig? Mm. Nee. Misschien is het alleen maar het kunnen spuien van al die speldenprikken die je voortdurend krijgt, dat je je hart kunt luchten. Ja, en daardoor moet je gewoon echt het gesprek met elkaar aangaan. Mm-hmm. Ja. Even, jij ook als lid van dat panel, wat
wat zou jij willen dat er verandert? Ja, dat is eigenlijk lastig, want we willen natuurlijk, we zitten er niet voor niets, we willen verbetering. Mm-hmm. En ja, ik ben me er ook wel van bewust dat het ook niet 1, 2, 3 bereikt kan worden. Dus ik denk ook gewoon, zolang we maar onze ervaringen delen, dat er misschien ook iets in het bewustzijn ook van de mensen die het beleid maken zal veranderen. Mm-hmm. En dat toch wel op een gegeven moment tot ook zal leiden dat er dingen ook veranderen in de zorg. Ja. Dat mensen zich ook, dat beleidsmakers zich ook aan het achter de oren gaan krabben van, verdorie, waarom is er zo'n panel überhaupt nodig? Ja. Dan hebben we dus een probleem, dus dan moeten we iets mee. Ja, want ze zitten zogenaamd in een ivoren toren, die zien niet wat er eigenlijk gewoon gebeurt. Nee. En nou horen ze ook gewoon onze ervaringen, wat wij als patiënt of als meemaken. Ja. Ja. Ja, wat dat betreft is het vertellen van verhalen, ervaringsverhalen. Denk ik een heel krachtig instrument om in te zetten. Ja. Even kijken. We hebben nog een klein beetje tijd, dus er staan nog wat vragen open. Daar gaan we nog heel eventjes naar kijken. Iemand vraagt, zijn er cijfers en verwijzingen naar studies over wat we in de film zeggen? Ja, die zijn er. Die staan op de website van Pharos. Al die bronnen kun je daar terugvinden en... Nou, ze staan nu nog niet. We gaan ze onder de film zetten. Maar ik denk dat het een goede is dat we die ook naar jullie mailen. Dus die komen eraan. En zolang ze nog niet op de website staan, kun je heel goed kijken in de brochure van Pharos over racisme en discriminatie in de zorg. Ook daar staan heel veel bronnen genoemd. Ja. Even kijken. Iemand vraagt, hoe kan de samenwerking binnen de keten voor patiënten in een kwetsbare situatie beter op elkaar afgestemd worden? Hmm. Ik denk dat we het daar net ook al een beetje over hebben gehad. Aan de ene kant tijdens de opleiding dat mensen al leren, hoe werk je nou samen met andere disciplines? En als dat al op de werkvloer is, denk ik dat het ook heel goed is om soms dus met elkaar mee te lopen. Dus hoe ziet jouw werkomgeving eruit? Hoe ziet jouw context eruit? Zodat je ook goed begrijpt, wie is nou die andere zorgverlener? Zodat je dus daar dan, heb je er vervolgens ook korte lijntjes en kun je dus elkaar ook echt vinden. Maar dat vraagt dus ook wel wat investering en anders werken. En niet alleen maar in je eigen zorgverlenersrol blijven, maar daarbuiten stappen. Mm-hmm. Ja. Iemand vraagt nog naar case managers. Ja, daar hebben we het eigenlijk ook over gehad. Ja. Iemand stelt nog een vraag over PROM-vragenlijsten. Hebben die een meerwaarde voor gepersonaliseerde zorg? Mm-hmm. Ja, dat is een interessante vraag. Want veel van deze PROM-vragenlijsten zijn op een zodanig taalniveau geschreven dat een heel groot deel van onze bevolking hem niet kan invullen. Ja. Ja. En als vervolgens zorgverleners er dan niks mee doen in de spreekkamer, ja, dan heb je hem voor niks ingevuld. Dus het gebruik van die prompts, daar kunnen we een heel apart webinar aan... We hebben ons daar vanuit Pharos wel ook mee bemoeid. Hè? Zeker. Dus hoe herschrijf je nou die prompts begrijpelijk? Dus niet 8 antwoordopties, maar veel duidelijker en die vraagstellingen duidelijker maken. En als het dan begrijpelijk is, dan draagt het natuurlijk zeker wel bij dat je inzicht hebt van hoe ervaart iemand dat zelf nou, zijn gezondheid? Ja. Ja, daarover kan je meer kijken op onze webpagina over inclusief onderzoek. Even kijken, wij gaan bijna afsluiten, maar nog heel even zoeken. Ik sta een beetje te staren naar het scherm. Hoe ga je om met een patiënt die hun lichamelijke klacht toewijdt aan een medische oorzaak, terwijl er misschien ook wel sociale determinanten meespelen? Ja, dat is een interessante vraag. Ja, dat zit hem echt in het vertrouwen. Mm. Dus daar zou je echt in moeten investeren voordat je dus iemand zover krijgt dat hij dat gaat inzien. Mm-hmm. Dus dat is echt het opbouwen van een vertrouwensrelatie met je patiënt. Bewustzijn welke kopingsvaardigheden heeft iemand. Mm-hmm. Want wij denken dat iedereen dezelfde kopingsvaardigheden heeft, maar dat is gewoon niet zo. Dus daar is tijd en vertrouwen is daarvoor nodig. Ja. En misschien ook wel echt serieus medisch onderzoek om de medische oorzaak uit te sluiten. Ja. He, dus dat je mensen ook het vertrouwen geeft. We hebben er echt wel naar gekeken. En nu moeten we misschien kijken naar andere oorzaken. Ja, je moet ook altijd wel bewust zijn, want dat zie je ook heel erg in de zorg. Als iemand bijvoorbeeld een psychiatrische diagnostiek heeft en opeens medische klachten heeft, mm-hmm. dan is het heel vaak, maar dat zal wel zijn omdat diegene borderline heeft. En andersom. Mm.
is dat ook zo. Dus je moet je daar ook wel echt heel bewust van zijn van, goh, kan je inderdaad helemaal out of the box denken van, goh, als ik nu even helemaal niets weet van iemands achtergrond, kan ik dan net zo breed kijken naar de patiënt dan als ik dat wel weet, inderdaad, cultuur, psychiatrische achtergrond of wat dan ook. Ja, ja. Dus eigenlijk weer, doe geen aannames. Precies. Ja, dus, ja. Ja. Goed. Lieve mensen, we gaan afsluiten. We zijn aan het einde gekomen van ons webinar. Jorien, ik heb nog één vraag aan jou. Namelijk, hoe gaat deze film verspreid worden? Ja, nou daar zijn we nu heel hard mee bezig. Maar ik denk dat de mensen thuis, of die meekijken, misschien daar ook wel een rol in kunnen spelen. Dus stuur door naar andere studenten of docenten of misschien dus wel onderzoekers. Hè. Er zitten ook heel veel onderzoekers in de zaal. Mm-hmm. We hebben daarnaast hebben we net die video in het Engels ondertiteld, omdat we best wel wat vragen kregen van mensen om hem te gebruiken in Engelstalige opleidingen. Met de werkgroepen van de NVMO, waar ik net al over vertelde, zijn we nu aan het kijken wat kunnen we nog meer doen om ervoor te zorgen dat hij echt in de opleidingen terechtkomt. Daarnaast hebben we ook 3 werkvormen ontwikkeld om de film te verdiepen. Dus we hadden het net over inclusieve casuïstiek. We hebben een casuïstiek werkvorm waarbij studenten met elkaar in gesprek gaan over casussen, waarbij meer speelt dan alleen maar iets medisch. Dus ook om studenten op die manier te trainen. Van ja, hoe pak je dat aan? Hoe doe je zo'n gesprek? Bijvoorbeeld als een vrouw besneden is of als iemand moeite heeft met lezen en schrijven. Daarnaast nog een andere werkvorm, culturele bescheidenheid. En dan gaan studenten zelf in de klas aan de slag met vragen als van, ja, wat is nou mijn eigen culturele achtergrond? Of wanneer voelde ik me nou in een minderheidspositie? Ook om die, ja, dat stukje zelfreflectie waar we het net ook over hadden. Hè? Die bewustwording van wie ben ik nou zelf, om dat ook te trainen. En daarnaast nog een 3e werkvorm, een communitybezoek, waarbij studenten, ja, buiten de kaders van de universiteit of de hogeschool in gesprek gaan met mensen. Om van hen te horen van, hey, hoe ziet jouw leven er nou uit? En dan met name mensen die niet zozeer op hun lijken, waar je dus aannames van hebt. Om dus van mens tot mens dat gesprek te oefenen en je blik te verruimen. Mm-hmm. Dus nou ja, die werkvormen zijn er ook. Die staan op de website van VAROS, waar deze film ook te vinden is. Dus we zijn er hard mee bezig en we hebben ook jullie hulp nodig. Dus verspreid hem. Ja, nou, dat is huiswerk voor iedereen. De film staat op de website van VAROS en staat ook op YouTube. Dus zoek even op onze website naar Maak het Verschil. Ja. En de Engelse versie is al beschikbaar. Ja, dus die staat daar. Hij is Engelstalig ondertiteld. Ja. Dan wil ik jullie heel hartelijk bedanken voor jullie aanwezigheid. We gingen vandaag in gesprek over inclusieve zorg en wat daarvoor nodig is om daar te komen. En ook hoe iedereen in zijn eigen werk of studie het verschil kan maken. En dat is eigenlijk de oproep die we heel graag willen doen. Wees zelf die verandering. En we wensen jullie daarbij allemaal heel veel sterkte en succes. Dank jullie wel. Dank je wel. Dank je.